Grote paniek bij de Missy Xmas Band. De single voor het benefietconcert van Missy Xmas moest in alle eil opnieuw opgenomen worden. Bob Geldof, de originele rechthebbende van het nummer dat ze wilden gebruiken, liet niets van zich horen. En dat had een goede reden. En afgelopen week is het duidelijk geworden dat er een spin-off komt van Ben Aid 3 of 4 met het liedje wat nu voor Ebola wordt ingezet. En dus moest er hard gewerkt worden om een nieuw nummer te produceren voor het goede doel. Missy Xmas zet zich namelijk in voor de minder bedeelde in 's-Hertogenbosch tijdens de koude maanden. Dit doen ze met de Santa Run, kerstmarkten en de Missy Xmas single. Missy Christmas, waar de stichting VATS achter zit. Dat is een geheel originele melodie. Het is een origineel nummer, geen cover, maar een nummer wat we zelf geschreven hebben, zeg maar. We zijn in een reeds vergevorderd stadium, na een aantal bloed, zweet en tranen dagen. Dus ja, we zijn gestaag bezig. Tijdens het benefietconcert op 7 december zullen verschillende grote en lokale namen belangeloos optreden. Achteraf kan de single Missy Xmas gekocht worden en daarvan gaan alle inkomsten naar het goede doel. Ten eerste voor het doel waar het voor bedoeld is, vinden we het hartstikke leuk om het allemaal te doen. Iedereen werkt daar belangeloos aan mee, dus ja, dat is keileuk om te doen. Drijvende veer achter Missy Xmas is de stichting Voor Elkaar aan de Slag.